Ze wist al heel lang dat ze zou komen en dus hadden ze ook lekker veel tijd om zich daar zenuwachtig over te maken. Koningin Maxima kwam vanmorgen op bezoek in de basisschool De Kruisboelijn in Den Bosch om het startsein te geven voor een landelijke actie om muziekinstrumenten voor kinderen in te zamelen. En Marleen Kant, directeur van De Kruisboelijn, die was daarbij natuurlijk. Hoe bereid je je voor op zo'n bezoek? Nou, wat doe je allemaal? Wat lastig is dat ik het al een paar maanden wist en mijn team niet en de kinderen niet. En ik ben wel iemand dat ik het graag wil vertellen, zulke dingen. Dus, en wanneer mocht het hoge woord eruit? 2 mei mocht iedereen het weten, in de vakantie. Dus in de meivakantie is er een mail naar alle ouders en kinderen uitgegaan en naar het team. Excuses voor mijn stem. Dat hoort ook bij de voorbereidingen. Dat je denkt, oh, het wordt helemaal geweldig en het is spannend. En daarna ga je ook met elkaar het vieren als team. Ja. En juichen. En je hebt een geweldige dag gehad volgens mij. Ja, het was heel bijzonder. Ja, zeker. Ja. Maar de vraag was eigenlijk, hoe bereid je je voor? Ja. Moest je veel doen? Poetsen? Nee. We hebben wel gisteren even de ramen gezeemd waar ze komt. Nee, wel versieren, veel mooie knutselwerkjes maken. Kinderen hebben liedjes ingestudeerd, hebben muziekworkshops gekregen. De kinderen waren natuurlijk ook hoogst opgewonden over alles wat er ging gebeuren. Die waren zwaar onder de indruk, ja. Ik me voorstellen. Wat kwam ze nou eigenlijk doen? Ze kwam het eerste instrument in ontvangst nemen voor de actie Klassiek Geeft en dat doorgeven aan een van onze leerlingen. Ja, en dat was een cello. Ja. En die gaf ze aan een van jullie leerlingen. Daar gaan we even naar kijken. Ja. Geniet ervan. Speel heel veel ermee. En met name, wees trots ervan. Wat zei de koningin? Dat ik er heel veel op moest spelen en dat ik er heel veel plezier op moest maken. En ga je dat doen? Ja. En dat is een beetje het idee, hè? Er worden muziekinstrumenten ingezameld voor ouders van kinderen die daar misschien helemaal geen geld voor hebben. Zo'n cello is natuurlijk hartstikke duur. Mm-hmm. En dan kunnen alle kinderen muziek maken. Ja. Vinden jullie dat als school ook belangrijk? Wij vinden muziek heel belangrijk, ja. Waarom? Omdat muziek verbindt. Met muziek heb je plezier en met muziek moet je samenwerken. En dat is het allerbelangrijkste op onze school. Samen maak je muziek. Ja. Je zou kunnen zeggen, school moet talen rekenen leren. Ook, en zeker, voor de muziek moet men naar de muziekschool. Maar zo gaat dat bij jullie niet. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. En het was een soort start zijn voor een inzamelingsactie voor nog veel meer instrumenten. Ja, ja, en voor geld. Ja. Radio 4 was er volgens mij ook. Ja, het was heel geweldig. Heel de dag is er een live radio uitzending geweest vanaf onze school. Ja. Hoe ging het, Marleen? Ik bedoel, op het moment dat koningin Maxima uit de auto stapt. Ja, ik stond om het hoekje, dus dat weet ik niet. Hoe dat stukje eruit zag. Ja, dan komt ze aanlopen en dan, oh, kijk ja. En toen dacht ik wel, oh, de koningin is nu bij ons op school. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, en dan loopt ze een lokaal binnen en daar wordt gezongen. Ja, ze is eigenlijk begonnen in de speelzaal waar onze kinderen een concert voor haar hebben gegeven. Dit is later op de ochtend, kwam ze inderdaad in een muziekles binnenlopen. En ze straalt, zoals altijd, zoals we haar kennen. Ja. En nu loopt ze over jullie schoolplein heen, denk ik, hè? En alle kinderen zijn dus, die hebben workshops gehad, die zijn daar het lied voor haar aan het spelen, aan het zwaaien, aan het zingen. Ja. Zijn jullie een grote basisschool? Nee, we zijn een fijne kleine school met ongeveer 160 kinderen. En waarom was de keuze nou op jullie gevallen? Leggen ze dat uit of krijg je dat gewoon zo? Ja, je hebt het verhaal waar ik in wil geloven en het werkelijke verhaal. Kijk, ik wil erin geloven omdat wij de mooiste school van Nederland zijn, waar iedereen welkom is en gezien wordt. Het had ook te maken met de lokalen die heel geschikt waren, de ruimtes. Veel ruimtes waren vrij. En wij hebben het Bos Leerorkest, is een onderdeel van ons lesprogramma, waardoor de muzerij wordt verzorgd. Oh, die stem, ja, sorry. En, heb je zoveel gepraat al vandaag? Of heb je staan schreeuwen bijna? Ja, juichen. Schreeuwen. Nee, schreeuwen niet. Ik heb niks geschreeuwd. Maar veel gepraat, ja. Veel gepraat. Ja. En zijn er veel kinderen die geen instrument kunnen kopen? Of, bij ons krijgen ze allemaal in bruikleen van de muzerijen. Sowieso? Ja, maar het kost natuurlijk ook heel veel geld een instrument kopen. En je wil natuurlijk als kind ook eerst bewust een keuze kunnen maken voor een instrument. Voordat je het gaat aanschaffen zelf. Ja. Waar heb je nou het meest van genoten? Van jouw leerlingen of van de koningin? Kinderen. Van de kinderen. Ja? Ja. Want? Die twinkeling in hun ogen en het plezier en de verwondering van de koningin is bij ons op school. Ja, dat is toch prachtig. Ja. Kijk, uiteindelijk kom ik daar elke dag voor naar school. Om onze kinderen te zien genieten en groeien. Ja.
En dat vergeten ze nooit meer, hè? De koningin op school. Nooit meer. Nooit meer vergeten ze dat. Nee. Ja.